het filmen of wat? Eerlijk, doe rustig. Oké, poging 2. Ik was niet aan het filmen. We zijn klaar voor een fotoshoot met Brows and Beyond. Dat is onze look. Ik heb geen BH aan. Ik heb wel tepel, stickers met sterren. En ook geen broek aan. Maar wel glitterd. Lichtcamera. Zullen we het zien. En Celine heeft wel een BH en een short. Maar vrij naakt. Ja, zo ziet het er ook wel naakt uit. Komt goed. Dat is voor coole foto's, dus voor een goed doel. En alleen goed doel niet, maar voor Brows and Beyond. Oh. Ik vind het wel mooi. Ik vind mijn make-up wel heel mooi. Die sterretjes zijn wel mooi, dat heb ik zelf nog niet eens gezien. Welke sterretjes zo? Springen of zo. Ook uit mijn haren. Alleen die vlechtjes zitten er nog in. Ik ben benieuwd hoe die eruit gaan krijgen. Dat zijn zorgen voor zelfs. En we gaan naar huis, maar het was wel heel mooi. Ik denk wel dat het echt hele chique foto's gaan zijn. Ik ben wel benieuwd hoe het eruit gaat zien. Maar ook wel tof voor de zomer, zo'n festival season voor ons om te posten. Dus ik kijk er wel naar uit. Hallo iedereen, het is ondertussen de dag na de shoot. Nog altijd glitterharen. Dat zijn van die, ja, van die extensions die erin zitten. Dat is wel super cute. Ik heb gisteren niks meer gefilmd. Omdat ik een auto-ongeval heb gehad. Allee, auto-ongeval, ik ben gebotst. Heel stom, maar niet de persoon voor mij, maar de persoon daarvoor. Wou rechts afslaan en een fietser ging door, terwijl die eigenlijk niet door mocht, maar die auto stopte daarvoor, waardoor die auto daarachter ook remde. Ik had dat niet op tijd gezien, waardoor dat ik botste tegen de auto voor mij. Oh, echt heel kut. Ik voelde me zo kut. Oh, dat was echt niet fijn en mijn auto was ook kapot. Ik zal het jullie zo laten zien. Ik film trouwens al van gisteren op mijn gsm, dus ik hoop dat jullie mij goed horen. Maar het kaartje van mijn foto is zelfs kapot en de andere liggen nog in Hasselt. Dus ik ga er werk van maken om die te gaan halen. Maar ja, gisteren was dus echt stom. Oh, ik voelde me zo kut. Ik kon wel wenen, maar ja. En dan ja, papieren invullen voor de verzekering, al die toestanden. En de auto voor mij had eigenlijk niks. Er was bijna niks aan te zien, maar mijn auto wel. De klep gaat niet meer toe van voor. Hoe noem je dat? Van de motorklep. En mijn lampen zijn los en er is wel van alles aan. Ik zal het jullie laten zien. Oké, het regent wel. Ik ben aan kantoor nog. Maar zoals jullie kunnen zien, is hier kapot. Dit is allemaal gebarsten. Dit in de klep is open. Ik weet niet of jullie dat zien. Maar die krijg ik niet meer toe. Mijn nummerplaat hing eraf, maar dat is al terug in orde. Hier is wat. Mijn lampen zijn los. Deze is ook helemaal los. En hier dan ook weer. Dus ja, het is nog oké en ik heb niks, dus het is maar blikschade, maar toch, dat is altijd zo even balen. Het is gewoon altijd even balen. Als je zoiets hebt, dat is echt hatelijk, maar ik ben echt heel blij dat ik zelf niks
aan de hand heb natuurlijk. En dat ik oké was en dat die man voor mij ook oké was. Maar ik dacht wel aan mijn eigen... Piep. Maar ja, oké. Dat lossen we wel weer op. Maar ik heb al zoveel problemen gehad met deze auto. Niet normaal. Oké, dat botsen, daar kan die auto niks aan doen natuurlijk, hè. Maar vandaag ben ik met Celine op collectie geweest. We hebben een nieuwe collectie gedaan. Nu is het 5:30. Ik ben stik kapot. Maar ik ga nu even babysitten op Noah. Want Celine moet naar de dokter en Nick is niet thuis. Want Celine heeft weer iets aan haar navel. Dat is een beetje aan ontsteken. Dus ja, ik zei ga maar naar de dokter. En ze zei ja, ik ga best naar de dokter. Dus ga ik voor het eerst alleen met Noah zijn. Wel spannend, want ik weet nooit heel goed wat zo'n babytje wil of zo. Maar het zal wel meevallen. Normaal doet hij een dutje, denk ik nog. Dus misschien slaapt hij. Ik weet het niet. We zullen het zien. Maar het is maar een uurtje, dus dat zal zeker wel goed komen. En dat is een goede oefening, hè. Ik ben bij Noah. Wat zeg je? Hallo. Hallo iedereen. I'm the cutest baby in the world. Oh, he's so cute. Mama zorgt er echt voor dat ik ook een baby wil. Jij, ja. Jij. Ja. Gaat je van alles vertellen? Ja, van alles vertellen. Nee! Moet je niet meer zo lachen als ik net? Nee! Vertel het maar eens. Ja. Oh, amai. Was je vandaag bij de onthaalmoeder? Was je bij de onthaalmoeder? Ja. Amai zeg. En het is tijd voor het flesje. Gaat dat zo? Ik wist niet hoe ik die moest pakken, maar ik zie dat Celine die zo meestal legt. En dan zo geeft, nu dat hem zo wat ouder is. Dus hij drinkt toch goed, dus dat is flink, hè. Ik denk dat hem moe is. Hij valt bijna in slaaptijd te drinken. Ziet je het? Hij probeert om zijn eigen... wakker te houden, maar... cute. Goedemorgen iedereen, het is weer de volgende dag. Straks komt deze vlog online. Dus ik ben kort op de bal aan het spelen. Gisteren was het nog heel leuk met Noah. Het was niet zo lang, maar hij was heel flink. Hij had zijn flesje goed gedronken. We hadden leuk gespeeld, wou ik zeggen. Maar ja, hij speelt zo wel met zo poppetjes en zo aan zijn mat. En ik heb ernaast gelegen en gekeken. Maar hij was echt heel flink. Hij had ook wel geteld 2 of 3 boertjes gelaten. Ik weet het niet meer. Maar daar dacht ik nog aan van, oh nee, die moet boeren. Dus ik die zo onthouden. Ik wist niet als dat nog moest op deze leeftijd, ja of nee. Maar hij liet toch boertjes, dus oké. En Celine zei dat dat wel nog moest. Nu ben ik de vlog aan het monteren. Een thee aan het drinken. Zelfs ga ik mijn haren doen. En dan wordt het een werkdagje. Met mijn auto zal ik alles goed komen. Maar ik denk dat ik een nieuwe auto ga kopen. Maar keep you posted in de volgende video's of zo. Want ik ben er zelf nog niet over uit. Maar dus, thumbs up. Laat ook een leuke comment na. Vergeet zeker niet om te abonneren. Want dat is echt heel leuk. En it supports my channel. Hè? Of hoe zeggen die Amerikanen dat? Zoiets. Of die Engelse YouTubers. En ik zie jullie over